Welkom bij Spakenburg Nu. Vandaag hebben we onder meer voor u Buntschoter Boeren Beestenboel, Blauwe Vlag Jachthaven, Museum Spakenburg en glasvezelaanleg. We beginnen bij de Boeren Beestenboel. Zaterdag 2 juni was de Dorpsstraat omgetoverd tot een feestelijke boerenstraat. Oude glorie zogezegd. Er was veel te beleven en mede door het mooie weer was het er een gezellige boel. De Los was er aanwezig met de reportagewagen waar geheel in stijl oude beelden te zien waren. Maar men kon ook zichzelf bezig zien aan de staattafels waar enquêtes ingevuld werden en vrienden van de Los geworven werden. Het was er erg gezellig en het was heel fijn te horen dat de Los een begrip in het dorp geworden is en dat men de slogan De Los altijd dichtbij als een feit ervaart. Op de Buntschoter Boeren Beestenboel werd ook live radio gemaakt van 10 tot 5 uur. Gezellig. Maar natuurlijk zijn we ook met de camera op stap geweest. Kijkt u even mee. Zaterdag 2 juni, Buntschoter Boeren Beestenboel. En oude ambachten, dat is ook vooral een belangrijk onderdeel. Meneer, u bent hier iets aan het maken. Wat is dat? Dit wordt een dunne bezem. Ik heb allerlei mensen dus in mijn bestand, zeg maar, die vegen met deze vegers. Nou, deze dunne bezems zijn speciaal besteld door wat oudere dames. En dan noem ik oudere dames, die zijn in de 80. Die vinden die bezems die hier staan, rechts, die vinden ze te dik. Dus ze willen iets dunner, want die vinden ze te zwaar. Dus ze zeggen, Roel, maak nou even een dunnere bezem. Wat is hier nou goed aan zo'n bezem? Waarom veegt het zo goed? Ja, daarom als je dus, die bezem gaat nooit dicht zitten. Als je dus een gewone veger hebt, een straatveger, zo'n scrubber, zoals ik dat noem. Je gaat hem met in hooi en stro, je hebt hem direct helemaal dicht zitten. Nou, dit gaat niet dicht zitten. Dus die oude boeren die wisten heel goed wat ze deden en wat ze maakten. En u maakt er ook nog mooie dingen van, hè? Staande of hangende lantaarns? Staande of hangende, lantaarns. Nou, als je zo'n heidekip ziet, zo'n heidehaan. Kijk, dat onderste, die vleugels, dat zou je een klein beestje noemen. Nou, zijn koppie, als je dat recht maakt, dat is ook weer een beestje. Zijn staart is ook weer een beestje. Nou, er is over nagedacht. Ja, en bij mij daar op de kraam, daar liggen dus potloodbezems. Dus voor kinderen, zeg maar, een klein geschenkje. Zijn van die hebbedingetjes, noem ik dat. En nou, dan maak ik dus van die harten, die hangen hier ook aan... aan de kraan dus, maar dat zijn allemaal in principe allemaal bezempjes. En zo knutsel ik van het ene bezempje in het andere bezempje. Het nuttige met het aangename verenigen. Zeker weten. Succes. Ja, bedankt. Meneer Telintelo uit Amdelden. Ja, dat is een uitweg. Dit is 106 kilometer hier vandaan. Dus bij Hengelo Overijssel. Volgens mij heb ik die niet geleerd vroeger tijdens de topografieles. Ja, zeker. Amdelden is al meer, daar heeft al meer dan 800 jaar bestaan. Dus het is een heel oude plaats eigenlijk. Dit is nou de Hof van Twente. U heeft als hobby klokken maken. Nou is hier zo'n heel groot klokkenspel. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, het is een torenuurwerk. Het is een torenuurwerk die in Terneuzen in de toren gestaan heeft. En heeft tot 1980 gewerkt. En heeft dus vier functies eigenlijk. En die vier functies, dat was voor mensen die blind waren. Die konden aan de hoogte van de klok luiden. Konden ze horen hoe laat het was. Hij slaat namelijk elk kwartier. Willen we wel eens horen? Nou, dit is dus de hoge slag. Dat doet hij om 15:15. Dat is de hoge slag. En deze is dus de lagere. Oorspronkelijk sloeg hij dus op 2 luidklokken. Maar ik kan er niet meer meenemen. En vandaar dat dit op 1 luidklok is. Duidelijk verschil. Dat het 1 klok is. Die klok weegt 70 kilo. Ja, er zitten 2 hamers aan en die symboliseren eigenlijk de 2 klokken. En dan werd er ook nog een soort oproep tot gebed gedaan. Ja, hoe zit dat? Dat is 's middags om 12 uur. Dat was voor de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk. Daar was deze ook voor bestemd destijds. En die slaat dus om 12 uur en 's avonds om 6 uur. En daar zijn dus deze pennen voor. Die is om 12 uur en die is om 6 uur. Daar zitten er nog een paar meer, dat zijn reserves eigenlijk. En zo gauw als hij dus slaat, dan was dat eigenlijk... dan kon je een gebed doen, dat was de Engel des Heren. Dus, dat was in de Katholieke Kerk. U heeft ook nog hier iets over tandwielen. Dat is ook mooi om te zien. Zou u dat willen laten zien? Ja, dat kan ik wel laten zien. Tandwielfreesmachine die meer dan 200 jaar oud is. En hier kun je dus tandwielen opmaken. Ja,
En wat moet je eigenlijk doen? Je moet zorgen, ze kunnen hier tussen en het moet deelbaar zijn. Dat is heel belangrijk. En in dit geval wil ik dus hier graag 60 tanden hebben. En hier staat hij op een verdeling van 300. Dus dan ga je delen, kom je op 5 uit. Dus om de 5 gaten hier krijg ik daar de juiste maat. Ik kan het laten zien, ik zal hem even overhalen. Ik heb het net zo gedaan. Kijk, zo vrees ik hem in principe in. En dan leg ik hem over. En nu ga ik 5 tanden verder. Ik zal het even doen. 1, 2, 3, 4 en 5. Slaat u er wel eens eentje over? Ja, dat komt voor. Ik heb vanmorgen al een keer gehad. Maar dan sla ik hem ook weer over en doe ik hem weg. Dat komt wel eens voor dat je even aan de praat bent of je even schuif je hier per ongeluk. Dus dat kan dus zijn. Maar als je zoiets hebt, probeer zo snel mogelijk terug te gaan naar de oude stand. En dat lukt meestal wel. Nou, en heb ik hier nog iets staan. En dat is eigenlijk de uitvinding van Galilei. In Nederland wordt altijd gezegd dat Christian Huygens de slinger uitgevonden heeft. Dat is dus niet waar. Dat was Galilei. Galilei was een wetenschapper, net als Christian Huygens. En alleen Galilei heeft het nooit verbonden aan een uurwerk. En dat heeft Christian Huygens wel gedaan. En die is er groot mee geworden. U bent aan het mosterd maken, ruik ik. Hoe gaat dat? Het gaat weer goed. Ja. Hoe doet u dat? Je hebt een houten, een beetje ronde bak ervoor nodig met een zware kogel. Die kogel die weegt 2 kilo. En, een kanonskogel echt? Een kanonskogel, ja. En wel goed schoongemaakt hoor. En gisteren heb ik witte mosterd die daar in die pot staat. En een beetje zwarte mosterd geweekt in azijn met honing en een beetje zout. En dat moet je 24 uur van tevoren even weken, dat die zaadjes wat week worden. En dan doe je het in de kom en dan ga je rollen. Die zaadjes die bevatten olie en die gaan een verbinding aan met de azijn. Vandaar dat je dus een soort brei krijgt. En dat is dus de mosterd. Hoe lang moet u dit doen voor 1 potje? Ongeveer 1 kwartier. Ja. Je draait spierballen, krijgt u daarvan? Ja, het is ook erg rustgevend, want het is een eentonige handeling. En dan linksom, rechtsom draaien, maakt dat nog verschil? Maakt geen verschil. Nee, ik ben links en het is gewoon wat het makkelijkste is, dat doe je. Vroeger werd er veel meer mosterd gegeten als nu. Met name om het vet wat te neutraliseren. He, dus het hele vette eten, als je daar zuur tegenaan eet, dan breekt het vet af. En het was ook een beetje om het vlees wat een beetje aan, nou ja, net twijfelachtig werd, om daar de smaak een beetje van te verdoezelen. Dus vroeger werd aan ingrediënten veel meer mosterd toegevoegd. Wat bent u aan het doen? Aan het spinnen? Spinnen denk ik aan een spinnenwiel. Hoe gaat dit? In de tol. Dat is de voorganger van het spinnenwiel. Hoe werkt het? Ja, ik moet draaien en meteen het draadje maken. Ik kijk even mee. Wat is er moeilijk aan? Het is heel moeilijk. En het oefent, je moet echt oefenen. Maar waarom is het moeilijk? Wat kan er misgaan? Ja, er kan van alles misgaan, want je moet draaien en meteen dit vasthouden. Dus je moet 2 dingen eigenlijk gelijk doen. En dat is moeilijk. En als het niet goed lukt, dan is de draad niet mooi? Of? Nee, dan breekt de tol of dit breekt af. En het kan van alles misgaan. Ik hoor dat het al wel eens gebeurd is. Ja, het gebeurt heel vaak, vooral in het begin. Dan denk je ook, dat leer ik nooit. Ik hou er mee op. Van spinnentol naar spinnenwiel, hoe gaat dit? Nou, met je voet zorg je ervoor dat het wiel draait en dat de klos draait. En die draait dus ook hier de wol. Even kijken, ik weet niet of je het zien kan, maar hier voor mijn vingers draait het. En dan wordt het opgewonden ook gelijk op de klos. Nou, en als je de klos hebt, dan haal je hem eraf. En doe je er kun je er een paar om elkaar heen twijnen, heet dat. Dan krijg je zo. Twijnen is dan in elkaar draaien? Dat is in tegengestelde richting. Weer om elkaar heen draaien. Nou draai je rechtsom en dan moet je met het wiel linksom. En dan krijg je iets dikker. Met dat spinnen, ik zie dat u best hard moet trekken. Trekt u nooit de draad door? Jawel hoor, die gaat wel eens los, maar dat maakt niet uit, want het draait gewoon weer. Kijk, hier, het draait gewoon allemaal om elkaar heen. Dus dat draai je zo weer vast. Yvonne Huygen, binnenkort een expo. Wat kun je erover vertellen?
Nou, we hebben nu een voorproefje hier op de Boerenbeestendag. Er zijn verschillende kunstwerken hier al te zien. Van verschillende kunstenaars. Twee van de kunstenaars heb ik hier ook rondlopen. Straks zijn er heel veel werken te zien op de zomerexpo die gehouden wordt in Roels voor Held. De Art Studio 11 organiseert dit geheel. Wanneer is dat? Dat is 15, 16 en 17 juni. 16 en 17 juni, dat zijn de open dagen. Dus dat is echt voor iedereen gratis entree. Dus we zouden het geweldig vinden als iedereen komt kijken uit Bunschoten. Wat kunnen ze verwachten? Een heel breed assortiment. Er zijn dus wel 16 verschillende kunstenaars. Van abstract tot heel realistisch. Beelden zelfs. Dus er is echt een heel breed assortiment. Er zijn hier twee kunstenaars waar we eventjes naar kunnen kijken. De een is Maybrit van de Cotelet. Wat kun je over je werk vertellen? Ja, ik ben fijnschilder. Ik schilder al sinds 18 jaar ongeveer. En heel veel lessen gevolgd aan kunstacademies, verschillende kunstacademies. En nu geef ik zelf lessen sinds 4 jaar. En in de Molenstraat 15. Dus ik sta hier eigenlijk ook een beetje mijn lessen te promoten. Een beetje alles te laten zien wat ik doe. Als ik eventjes kijk naar dit schilderij. Nou, laten we die links nemen. Daar staat geen hoofd op. Waarom niet? Ja, dan is het net meer interessant nog. Dan mag je iets uitleggen. Onpersoonlijk en toch wel heel boeiend. Dus, spannend. Spannend. Ja. Van Eipke Kok hangt er ook werk. Eipke, jij bent nieuwkomer. Hè? Deze expositie, komt dat zo dat je hiermee bezighoudt? Nou, ik heb sowieso als kind altijd heel veel getekend. Samen met mijn broer en mijn vader kan heel goed portret tekenen. En die doet er helaas nooit meer wat mee. Maar bij ons in het gezin, ja, eigenlijk de hele familie is best wel creatief. Alleen we zijn een beetje laatbloeiers, dus dat komt er allemaal een beetje laat uit. Al het goede komt langzaam. Ik hoop het. Dus vandaar eigenlijk. Wat is er zo mooi aan dit werk? Nou, ik probeer wel een gelijkenis te treffen. Ik hou heel erg van portretten en eigenlijk van om mensen te schilderen. Lijven wil ik ook wel graag gaan doen. Maar van portretten vind ik het wel mooi. Ik zoek ook wel echt wel naar karakteristieke hoofden die veel expressie hebben. En dat vind ik het allerleukst om dat te treffen. En dan hou ik toch wel van om met grove kwast en paletmessen te werk te gaan. Dus bij mij is bijvoorbeeld zijn de gezichtsuitdrukking is heel fijn. Maar bijvoorbeeld het haar is weer heel grof gedaan. Dan denk ik aan bijvoorbeeld de haven. Daar heb je oudere gezichten met veel expressie. Is het een idee om daar eens te gaan werken? Of te zoeken? Zeker weten. Dat weet ik zeker. Want hoe ouder iemand is, hoe meer expressie. En vooral veel plooien, rimpels. Eigenlijk fantastisch. Dat gaan we wel komen, denk ik. Vind ik wel leuk, ja. De internationale jury voor de blauwe vlag heeft dit jaar in Nederland 140 blauwe vlaggen toegekend. De blauwe vlag werd uitgereikt aan 52 Nederlandse stranden en 88 jachthavens. Ook jachthaven Nieuwboer mocht de blauwe vlag en het certificaat tijdens de uitreiking in Noordwijk aan zee in ontvangst nemen. De uitreiking vond plaats op 25 mei in Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk aan zee. In het bijzijn van zijn koninklijke hoogheid, de Prins van Oranje, maakte juryvoorzitter Patrick Poelman bekend dat jachthaven Nieuwboer de blauwe vlag mag voeren in 2012. En dit is dan al voor de 5e keer. De blauwe vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria, zoals schoon zwemwater, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De blauwe vlag is een jaar geldig. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Met de blauwe vlagcampagne in Nederland probeert de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit overheden, ondernemers en recreanten te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. En duurzame jachthavens. Donderdag 7 juni zal het de dag van het maatschappelijk werk zijn.
dan is er extra aandacht voor dit bijzondere werk. Bij ons in de studio is Tineke Ketelaar, maatschappelijk werkster bij De Boei. Welkom. Dankjewel, Christel. Maatschappelijk werk. Dan denken veel mensen aan allerlei toestanden thuis, van mishandeling tot wat voor problematiek ook. Ja. Klopt dat of is maatschappelijk werk veel meer? Maatschappelijk werk is veel meer. Maatschappelijk werk heeft ook te maken met communicatie. En met wat minder grote problemen waarbij je ook terecht kan bij het maatschappelijk werk. Omdat het niet altijd uit de hand hoeft te zijn gelopen voordat je daar terecht gaat. Maar het is wel zo dat het wel veel voorkomt dat mensen wat laat aan de bel trekken. Hoe komt dat? Ik denk toch dat ze denken van eerst een poosje van we redden het zelf wel en het valt wel mee. En ik vind het eigenlijk te spannend om hulp te vragen. Er zijn zoveel redenen. Schaamte? Ook schaamte. Wat voor voorbeeld kun je geven van een situatie waarbij het zoveel beter had kunnen lopen als er eerder aan de bel getrokken was? Dan moet ik toch denken aan huiselijk geweld. Want soms loopt het wel de spuigaten uit. En dan denk ik van het was veel fijner geweest als mensen gedacht hadden van ik heb relatieproblemen. Of het lukt niet zo goed met de kinderen. Laat ik gewoon eens vragen. Je kan altijd ook gewoon eventjes op het spreekuur komen. Dan kan je gewoon vragen, informatie vragen. Van wat ik nu doe, lukt niet helemaal. Wat zou ik beter kunnen doen of anders kunnen doen? Is het een inloopspreekuur? Ja, elke ochtend hebben we inloopspreekuur van 9:30 tot 11:00. En iedereen kan binnenkomen lopen. Iedereen kan gewoon met een vraagje komen. Je kan ook met een vraagje komen van ik hoor het iets bij de familie. Wat kan ik daar doen? En of bij de buren, wat kan ik daar doen? Want dat is dan wel de nieuwe trend op dit moment. Dat er meer gebruik gemaakt wordt. Dat willen we ook graag van de omgeving, van de context. Omzien naar elkaar eigenlijk. Veel meer omzien naar elkaar. Maar soms is dat heel lastig. Want mensen die hulp nodig hebben, die vinden het ook niet prettig altijd als er bemoeid wordt. Hè? En dus dat is een van de problemen. En daarom is het ook fijn als je weet binnen de familie er is iets. Kom dan eens vragen, hoe zou ik dat het beste aan kunnen pakken? Als je kijkt naar maatschappelijk werk en zo'n inloopspreekuur, wat zijn dan dingetjes die je zou kunnen vragen, zonder dat je echt een afspraak hoeft te maken? Zijn dat de voorbeelden die je net noemde? Ja. Of komt er altijd een vervolg op? Hoeft niet. Je kan altijd zomaar binnenkomen. Je kan ook altijd zomaar bellen. En dan staat er altijd iemand klaar om je gewoon antwoord te geven. Of je hoeft nooit een vervolg te maken. Nee, er zit niet per se iets aan vast. Dan hebben we ook gelijk het vooroordeel uit de wereld geholpen dat als je bij de maatschappelijk werkster loopt, dat het dan heel ernstig mis is. Nee. Want het kan zelfs zijn dat je voor een ander komt. En dat zou dan heel laagdrempelig moeten zijn. Ja. Het zou heel fijn zijn als je ook voor een ander komt. Wat doet het maatschappelijk werk allemaal in Bunschoten? Christel, het is bijna te veel om op te noemen. Probeer eens een samenvatting te geven. Ik zal proberen een samenvatting te geven. Wat we onder andere doen is, we hebben een cursus voor rouwverwerking, dat is voor volwassenen. Daarnaast hebben we sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen. Dan gaan we ook naar de scholen toe inmiddels, waar trainingen worden gegeven voor de hele klas. En soms is het voor de pesters even apart, soms is het voor de gepesten even apart. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat ze dus tezamen komen, waarbij de ouders ook betrokken worden. Wat we verder doen zijn natuurlijk de individuele gesprekken. Maar we doen ook gezinsgesprekken en natuurlijk relatiegesprekken. En we proberen dat in 5 gesprekken. In eerste instantie hebben de mensen sowieso recht op. En is het daarna nog nodig? En dan kan er een vervolg aangegeven worden, maar dat is niet altijd nodig. Hoeveel mensen zijn er mee bezig met deze toch wel heel uitgebreide taken, zeg maar? Ja, een uitgebreide werkvorm, zal ik maar zeggen. Dan hebben we Annemarie van Staveren. We hebben Jos Mast. We hebben Janienke Hulsman. En we hebben... en ik. Tineke Ketelaar. Ja. Maatschappelijk werk. Een dag zelfs speciaal voor de maatschappelijk werker. Of voor het maatschappelijk werk. Want dat is ook nog verschillend. Ja, dat is verschillend. Dat hangt wel samen, denk ik. Het is het algemeen maatschappelijk werk in dit geval dan. En het gaat nu eigenlijk wel over de maatschappelijk werker. Waarom? Omdat maatschappelijk werkers best een zware taak hebben in de samenleving. En ook een hele verantwoordelijke taak, vind ik.
En, want we doen wel input, in, zeg maar nu in het dorp Bunschoten. In elk dorp heb je maatschappelijk werk. Hè? Iedereen heeft recht op maatschappelijk werk en het is ook kosteloos. Dus iedereen kan er gewoon heen gaan zonder verwijsbrief, zonder dat je je portemonnee mee hoeft te nemen, bij wijze van spreken. Maar ik vind dat wij een hele verantwoordelijke taak hebben in het dorp Bunschoten, omdat we wel input doen binnen gezinnen, de kinderen, scholen. En dat beïnvloedt de context, zal ik maar zeggen. Dus, op welke manier bijvoorbeeld? Nou, als je kijkt van, nou, als je bijvoorbeeld, als je het over relatiegesprekken hebt, dan ga je wel met die twee mensen aan de slag, die dan weer invloed hebben op hun kinderen. En die kinderen hebben dan weer invloed op hun omgeving. En zo gaat dat. Het is eigenlijk, ja, een wijdje wat uitbreidt. Ja, ja, ja. Dus het is niet zomaar een vrijblijvende bezigheid. En dat nemen we dus ook erg serieus. 7 juni is die dag. Wat zal er dan te doen zijn? Nou, er is in die zin, wat is er te doen? Wij doen ook vooral ook iets voor onszelf. Want we gaan lunchen op één dijk, zal ik je zeggen. Ja, dat vind ik ook belangrijk. Juist. En één dijk is ook wel een stukje van waar we ook aandacht aan willen gaan besteden, speciaal ook. Dus we beginnen ermee om daar eens, nou, gewoon eens aanwezig te zijn. Jullie verder ook gelijk hebben een spreekuur tijdens die lunch, of dat dan net niet? Spreekuur hebben we dan al gehad. Maar wat wil ik zeggen? Er is ook wel een inloopmogelijkheid die dag. Ja, altijd. Een soort, ja, open dag idee. De hele dag, ja, zijn mensen natuurlijk ook welkom. We hebben daarvoor ook iets leuks gemaakt, wat we zelf heel mooi vinden, dat is de handy. En daarin staan eigenlijk hele praktische zaken, bijvoorbeeld de communicatieregels en de relatie, hoe je in een relatie kan staan. Misschien kun je het voorlezen wat erop staat op eentje bijvoorbeeld. Nou, ik kan bijvoorbeeld 10 tips voor positief opvoeden doen. Dat is wel een hele mooie, vind ik zelf. Nou, zal ik ermee beginnen? Ja, doe maar. Goed. Nou, maak tijd voor je kind. Het zijn hele logische zaken en tegelijkertijd word je weer even bewust gemaakt van het belang bewust daarvan. Ja, want tijd maken voor je kind is eigenlijk, denk je, ja, om tijd, dat doe ik toch altijd. Maar soms is het heel nodig om heel bewust tijd te maken voor je kind. Ja, en rustig te zijn. Want ja, je bent vaak wel met je kind bezig, maar ja, vaak schiet op, hup, hup, hup. Ja, of tenminste, tussendoor nog even iets anders doen. Ja, ja. Oké, okay, nou, tijd maken, een knuffel geven op zijn tijd, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Praten, want je denkt, ja, even praten, maar praten en praten is ook nog een verschil, hè? Goed luisteren ook. Ja, complimentje geven, vervelen bijvoorbeeld. Kinderen die zich vervelen, die gaan ook dingen opzoeken dat je denkt van, nou, dat kunnen we beter zien te voorkomen. Dus ook nakijken, nadenken samen met je kind, wat is fijn om te doen, wat is leuk om te doen. Dat betekent niet dat je 100% de tijd van het kind hoeft te gaan vullen. Want het kind moet ook zelf leren natuurlijk. Of ideeën aandragen en mogen ze daaruit kiezen. Juist, ja. Nou, goed voorbeeld doet goed volgen. En dat heeft natuurlijk weer verder te maken met roken, drinken en, nou, noem het allemaal maar op. Of ruzie maken. Ja. Nou, duidelijke afspraken maken is heel belangrijk. Nou, perfecte ouders en kinderen bestaan niet. Dat is natuurlijk ook logisch. Bestaan die echt niet? Nee, die bestaan echt niet. Christophe, ze bestaan gelukkig echt maar niet. Nee, ze bestaan echt niet. En dat hoeft ook niet. We zijn gewoon allemaal mensen. Maar dit zijn dus, en dat is dan een kaartje? Ja. En die geef je mee? Of die, hoe nee, dat gaat is, dat? Het is een hele, het is een handy, zoals wij het noemen. Daar staan dus al deze zaken in. En het gaat voor jullie eigenlijk een klein handboekje, zo moet je het zien. Ja, en die hebben we gemaakt voor de mensen die in ieder geval 7 juni langskomen, maar ook ja, wilde eigenlijk een beetje meer speciaal houden. Dus het is niet als je nou met zo'n boekje hebt, oh, ik ben met maatschappelijk werk geweest. Maar ook zo van, dat is gewoon een heel leuk hebben dingetje. Ja. Hè? Over pesten en over huiselijk geweld, ook heel belangrijk. Het is misschien goed om ze allemaal eens een keertje, hè, via de kabelkrant te verspreiden. En dan kunnen de mensen daar nou, wat een leuk idee. Ja, dus dat okay, ja, wordt vervolgd, zeg maar. Ja. Ik denk dat we in deze korte tijd er meer niet van kunnen maken. En nee, dat we het op een ander moment nog eens uitgebreid over maatschappelijk werk kunnen hebben. Ja. Tot slot, wat zou je tegen de mensen willen zeggen? Welkom. Dat is eigenlijk het enige wat ik zeggen wil. Ja, van harte welkom. Ja. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Zoals elk jaar wil het college ook dit jaar weer de sportkampioenen in het zonnetje zetten. Is er bij uw vereniging een team of een individuele sporter die voor de ontvangst van kampioenen in aanmerking komt? Voor teamsporten geldt dat alleen het hoogste team van zowel de dames als de heren gehuldigd wordt.
Voor individuele kampioenen geldt dat zij Nederlands kampioen zijn geworden. Uiterlijk 15 juni moet de informatie worden aangeleverd over het team of de persoon die kampioen is geworden. Daarbij moet vermeld worden waar en op welk onderdeel het kampioenschap is behaald. Graag ook de namen van de coaches en of trainers doorgeven. Als er nog wedstrijden plaatsvinden waaruit eventueel nog een kampioen kan komen, dan wordt dat ook graag gehoord. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Lansdaal of mevrouw Van Winkoop. Telefoonnummer is 14033 of per mail w.vanwinkoop@bunschoten.nl. Na uw opgave ontvangt u in een later stadium het programma voor deze avond. De ontvangst is gepland op maandag 25 juni 2012 natuurlijk en dan vanaf 7 uur. Maandagavond begon de avondvierdaagse. Helaas regende het zacht, maar gestadig. Het mocht echter de pret niet drukken. Er werd volle plezier gemaakt en overal kon je het gezang van de wandelaars horen. Het weer voor de rest van de week lijkt gelukkig beter te worden. Zondag gaat de boeken in als de koudste zomerdag sinds 1975. In De Bilt werd het niet warmer dan 11 graden, meldt Meteo Consult. De maximumtemperatuur werd opmerkelijk genoeg in de nacht gemeten. Rond de middag daalde het kwik zelfs naar 9 graden. Afgelopen kerst was het even warm, of moeten we zeggen koud. De koudste zomerdag was op 2 juni 1953. In De Bilt werd het toen maximaal 9,2 graden. De meteorologische zomer is op 1 juni begonnen. Accordeonvereniging Amersfoort wil haar orkesten uitbreiden en houdt daarom op dinsdag 12 juni 2012 een open repetitie in Clubgebouw Hosanna. En dat is aan de Puntenburgerlaan 402 te Amersfoort. Accordeonisten die in een accordeonorkest willen spelen kunnen tijdens deze open repetitie vrijblijvend komen kijken of zelfs meespelen. Alle spelers zijn van harte welkom bij deze vereniging. Het maakt niet uit of u een beginneling of reeds zeer ervaren bent. Informatie op telefoonnummer 033-4632061 van 6:15 tot 10:00. Bij Museum Spakenburg is permanent een tentoonstelling te bekijken, maar er wordt ook zeer regelmatig van tentoonstelling gewisseld. Naar aanleiding van het feit dat 80 jaar geleden de Zuiderzee door het leggen van de afsluitdijk IJsselmeer werd, is nu de tentoonstelling Van Zout naar Zeut ingericht. Daarnaast zijn ook de miniatuurbotter van vader en zoon Hopman te bewonderen. Tijmen was bij de opening aanwezig. Ja, wat kan je zeggen over die afsluiting? Ik had het er met Arie over, ja. Wat zou er nou gebeurd zijn als die dijk er niet gekomen was? Dat had ook nog gekund. Het was toen de tijd een werk wat eigenlijk technisch erg hoog gegrepen was. Het ging natuurlijk ook vreselijk veel geld kosten en ja, dat was al lang niet altijd. Dus de kans dat het er niet van gekomen was of dat het werk mislukt was, had best denkbaar kunnen zijn. En wat was er dan gebeurd? Dan was de Zuiderzee open gebleven. Ja, soms denk je daar dan terug, was het maar zo'n prachtig stuk getijde water, zoetwater, zoutwater, binnentrekkende haring, anchovies, een hele rijke visstand. Dan waren die polders er ook niet gekomen, want had je niet een prachtig zeilwater gehad voor de recreatie. Het boekje is 100 bladzijden geworden en het is mooi om niet één eerste exemplaar uit te reiken, maar gelijk twee eerste exemplaren. Eigenlijk kan dat niet, maar ja, nog één. Eigenlijk is er nog één. Er staat nog één, er staat twee, dat maakt niet uit. In ieder geval, dit is het resultaat. De Zuiderzeevloot, de scheepsmodellen in Museum Spakenburg. Straks is er voor iedereen een exemplaar aanwezig, dus ga niet weg zonder het boekje. Maar de eerste exemplaar wil ik graag aan vader en zoon overhandigen. Alsjeblieft. Ja, dit is helemaal nieuw voor me. Ja, 1, 2. Doorlopen. 1, 2, 3. Ja,
de heer Peter Dorlijn, kunstenaar, historicus. Ja, we staan hier ook vlak bij het Peter Dorlijnplein hier, hè? Ja. Ja, daar ben ik natuurlijk vreselijk trots op. En dat is ook wel uniek dat iemand bij het leven al een vernoeming krijgt. En daar is Spakenburg heel eigenzinnig in geweest. Want ik weet van andere gemeentes dat ze dat principieel niet doen. Je moet eerst dood en begraven zijn en dan heb je kans dat je zo'n vernoeming te eer valt, te beurt valt. Ja, ja, ja. Dan zijn we natuurlijk ook ontzettend trots op dat u hier ook zo mooi, niet alleen beschreven, maar ook getekend heeft. Mm-hmm. Nou ja, ik heb een opleiding als tekenleraar achter de rug en uiteraard wel een talent meegekregen. En ja, mijn zeg maar gerust bezetenheid voor de visserij die hier gegroeid is en dat gecombineerd met elkaar, dat stelde me in staat om deze boeken op deze manier te maken. En ja, een ideale combinatie van talenten in feite. Maar goed, dat heb ik meegekregen en ik heb het uitgebuit zo goed mogelijk. Zo zie ik het eigenlijk. Niet alleen zelfs beschreven, maar ook nog eigenlijk in de praktijk gebracht. Want u heeft ook de hele Marke 63 helemaal gerestaureerd. Ja, ja. Nou, ik denk dat zonder dat ik die tekeningen ook niet zo goed had kunnen maken. Ik ben toen het nog kon, in het begin van de jaren 60, hier nog met Jan Koelewijn, beter bekend als Jan Bal, een aantal keren mee geweest om te vissen. Dus ik heb de visserij ook wat leren kennen. En door dus met de mensen te praten hoe dat vroeger ging, heb ik daar inzicht in gekregen. En ja, door die botten heb ik me zodanig kunnen verdiepen in die visserij, ook met kennis van zaken. En omdat je zelf ook ging vissen met het schip. En ja, al die combinaties bij elkaar hebben me in staat gesteld om dit op deze manier te realiseren. Wel uniek dat er zoveel modellen ook gemaakt zijn, hè, door de familie Hopman. Ja, eigenlijk is het bij Steven Hopman en zijn zoon misschien in mindere mate, maar zeker bij Steven het geval, omdat hij opgegroeid is in de visserij en als timmerman ook wel geïnteresseerd was hoe zitten die botters in elkaar. En ik weet ook dat hij aan de botten van zijn vader en zijn oom ook dingen nog vervangen heeft in de visserij die zo slecht waren dat het anders niet meer kon. Dus dat heeft hij vervangen. Daardoor is hij heel erg thuis geraakt in die materie. En op basis van die kennis is hij in staat om een perfect model te maken. Ja, vader en zoon Steven en Jan Hopman, botterbouwers. Kun je iets vertellen over het werk wat er aan zo'n model zit? Nou, het werkt eigenlijk net als dat je een grote boot en doordat het klein is, kan het iets sneller dan een grote. Maar we hebben gewoon een jaar nodig om er een klaar te krijgen. En als ze dus voldoende personeel hier op de werf zouden hebben, dan zouden ze op zo'n werf ook in een jaar een botter klaar kunnen krijgen, denk ik. Dus eigenlijk ben je met een modelbotter wel een jaar bezig? Daar ben je zeker bezig, ja. Dan gaat ongeveer 800 uur in een botten zitten. Dat is veel. Ja, dat zie je er niet aan af, hè. Maar het is wel zo. Als wij een cursus geven, de mensen die op die cursus komen, die denken soms ook dat ik maak even gauw zo'n ding. En als je dan zegt, voor jou moet je even op rekenen dat je dus ongeveer 2000 uur nodig hebt om erin klaar te krijgen. En in de praktijk is ook gebleken dat dat wel ongeveer klopt. Dan zijn er van de 20 die op de cursus komen, blijven er in eerste instantie na een paar weken nog maar 10 over. Ja, nu is de tentoonstelling is er. Die is ook geopend door Peter Dorlijn. Zijn jullie trots op? Ja. Ja, want dat is de bedoeling ook geweest om dus die verzameling die we hebben in stand te houden, moet je een plaats daarvoor zoeken. Want wat gaat er gebeuren als je dus op een of andere manier wegvalt, dan gaan je kinderen die gaan misschien een plaats zoeken voor die boten. En ik denk dat ze dan in de verkoop gaan. En dan komt er één hier, één daar.
en weet ik waar overal in terecht. En ik heb dat eigenlijk nooit gewild. Daarom is die verzameling ook zo lang bij mij thuis in stand gebleven. En dat is ook de opzet geweest als er iemand kwam om zo'n model te kopen. Dus als er nu een zou komen die een model van een Leinster Haak zou willen hebben, dan zeg ik oké, maar ik moet hem nou wel bouwen. Ik begrijp uit jullie woorden dat het einde van de modellenbouwerij nog niet in zicht is en dat er ook nog bestellingen geplaatst kunnen worden. Wij gaan door totdat we niet meer kunnen. Veel succes erbij. Dankjewel. De aanleg van het glasvezelnetwerk in Bunschoten, Spakenburg en in Dijk is zo goed als afgerond. Momenteel worden de laatste woningen aangesloten en eind juni zal het gebied verlaten worden door de aansluiters. 95% van de woningen binnen het aansluitgebied zijn voorzien van een geheel kosteloze glasvezelaansluiting. Inwoners die nog geen glasvezelaansluiting hebben, zijn hierover geïnformeerd. Zij kunnen zich tot half juni nog opgeven voor een kosteloze aansluiting. Als het gebied verlaten is door de aansluiter, is de aanleg niet langer kosteloos. De ploegen moeten dan speciaal voor de huisaansluiting terugkomen. Inwoners die gebruik willen maken van glasvezel kunnen een glasvezelabonnement bij een van de deelnemende service providers afsluiten. In Bunschoten, Spakenburg en in Dijk zijn dat KPN, Solcom, XMS en XS4All. Pas dan kunnen inwoners daadwerkelijk van de voordelen van glasvezel genieten. Let u wel op of de LOS en DBTV te ontvangen zijn, want momenteel zijn deze lokale zenders slechts bij KPN te ontvangen. Dit ondanks eerdere beloftes van XMS. De politie heeft zaterdag 2 juni een 30-jarige man aangehouden op verdenking van diefstal van een scooter. Om ongeveer 8 uur die avond kreeg de politie een melding van een burger die had gezien dat er een scooter werd gestolen. Onbekende mannen zouden een scooter in een bestelwagen hebben ingeladen en zijn weggereden. Agenten gingen op onderzoek uit en troffen de bestelwagen aan op de A1 rijdend in de richting Apeldoorn. De bestuurder van de bestelbus kreeg een stopteken. In de bestelwagen troffen agenten inderdaad een scooter aan. Agenten hielden de bestuurder aan en namen hem mee naar het politiebureau. De bestelbus en de scooter zijn in beslag genomen. Aangezien agenten vermoeden dat de verdachte alcohol had gedronken, moest de man blazen. Bij de ademanalyse blies hij bijna 1,8 promiel en toegestaan is maximaal 0,5 promiel. Bovendien bleek het rijbewijs van de man al ingevorderd te zijn. Tegen de verdachte is procesverbaal opgemaakt. Na jarenlang vakant zijn komt er nu weer een andere periode voor de christelijk gereformeerde kerk van Eemdijk. Op 15 juni zal kandidaat A.D. Fokkema uit Genemuiden bevestigd worden. De dienst van bevestiging en intrede vangt aan om 7 uur. In de programma's van Op Verzoek en Je Raakt Er Niet Los van Los Radio, wordt zeer regelmatig muziek van Martin Brand gedraaid. Hij is onder de luisteraars erg populair. Hij was enkele jaren geleden ook als christelijk cabaretier aanwezig op het Losfeest. Helaas vernamen wij dat Martin zondag 3 juni heel onverwacht een hartstilstand kreeg. Na reanimatie is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de hartstilstand wordt onderzocht, maar is nog niet bekend. Martin Brand is maandag weer bijgekomen uit zijn kunstmatige coma. Het gaat nu weer beter met hem. Katrien Vedder heeft inmiddels naam gemaakt met haar mooie zelfgemaakte kaarten, haar prachtige schorten en andere attributen van klederdrachtstof. Ik zou zo nog even door kunnen gaan. Dat doe ik niet. Ik praat met haar, want ze is hier in de studio. Katrien, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom? Nou, dat kan eruit. Doe even opnieuw, ja? Katrien Vedder heeft inmiddels naam gemaakt met haar mooie zelfgemaakte kaarten, haar prachtige schorten en andere attributen van klederdrachtstof. Ik zou zo nog even door kunnen gaan, maar ik doe dat niet. Ik praat met haar hier in de studio. Welkom. Wij gaan het hebben over het vrijwilligerswerk wat jullie doen. Hè? Want het is niet alleen maar dat je het in je eentje doet. Met wie doe je dit werk samen? Ik doe het met Nelly Schuller, dat is een van, en die de dochter doet weer mee.
En dan Jannetje de Beek die helpt. En mijn die verschiet die komt dan een avond komen ze helpen. En wat maken jullie? Ja, we maken feiten verhalen. We maken oude kalenders en van alles. Wat dochter van kleden draagt, dat brengen ze allemaal bij mij. Dus ik weet niet hoeveel rommel in huis. Maar ja, ik doe het graag. Het is ook voor het goede doel. En dat doen de andere dames ook. Wat is het goede doel? Bernadette Janssen. En plus nog twee anderen. Maar Bernadette Janssen. Red de weeskinderen van Mozambique. Dat is het hoofd. Wat doet Bernadette in Mozambique? Nou, die heeft de melkpoeder. Die heeft weeskinderen. Heeft die op, in de beheer. En dan heeft ze een melkpoederproject. Dat kost per kind elke week 2 blikken melk. En daar moest ze veel geld voor hebben. En dat doen wij dan. En die kinderen, die komen daar naartoe en worden dan eigenlijk opgevangen en ook verzorgd, zodat ze ja, ook verzorgd, redden. Eten, ja. En het zijn een hoop kinderen ja, die geen tehuis hebben. Hoe is ze daar terechtgekomen? Want Mozambique is niet het eerste land waar je aan denkt. Nou, ze is terechtgekomen. Ze was hier in het land op een rondreis. Ze had een kappenzaak op rondreis. Toen is ze bestolen. Toen had ze niks meer. Dus waar gaat ze heen? Naar de shelter in Amsterdam. Daar werkte mijn dochter ook. En zo zijn ze, daar is ze tot bekering gekomen. En zo zijn ze, zo zijn ze met elkaar in dat project gestapt. En toen zei ik, Bernadette, ik wil wat doen voor mijn naasten. En zo is ze daar, ze woonde zelf in Johannesburg. En zo is ze daar heen gegaan. Nou, en toen mijn dochter er voor de eerste keer heen ging, toen liepen de rotten over het heen. Zo. Oh ja, vreselijk. Ja. En nu is dat dan allemaal. Dan wil je toch eigenlijk daar weg? Ja, ja, maar zij niet. Ze deed ook uit de geloof, hè? Ja. Dus, en dan had ze daar. Omzien naar je naasten. Ja, omzien naar je naasten. En eerst deed ze zelf stenen bakken. Om daar een huisje te bouwen. Het is allemaal groter geworden. Er is ook hier een keer een groep uit Spakenburg heen geweest. Die zijn de wezen helpen. En hier hebben ze dan de stichting. En daar beheren ze dat geld. Je weet dat het goed overkomt. Ja. En dat vind ik altijd het voornaamste. En Loes, die is voor de zakelijke kant, want dat moet ook geregeld worden. En Tina, die doet weer stukjes schrijven en alles. Dus, ja, de PR is ook belangrijk. Ja, zijn we nu ook mee bezig. Ja, ja, dat is waar. Dus, nou ligt hier een kleed. En dat is ook een van de dingen die jullie maken. Ja. In het vervolg zal die hier te zien zijn op de tafel bij de Los. Want wij willen ook het goede doel steunen. Zelf hebben we dat geld niet. Dus dat wordt dan ook weer door mensen gegeven. Ook weer gesticht. Ja. Dus dat is een stichting erachter. Ja, ja super is dat allemaal. Als jullie dit maken, is het dan leuk om te doen? Of ben je steeds bezig met het goede doel, zeg maar? Van, allebei. We moeten doorwerken. Allebei. Het is een uit de hand gelopen hobby. Zo moet je dat feit bekijken. Want ik ben er elke dag mee bezig. Dus. Hoe zijn die dames erbij gekomen die je net noemde? Ja, Nelly is al een paar jaar is er erbij gekomen. Dat was dan ook gewoon mijn rechterhand is dat. En die andere, ja, Jannie is er al een paar jaar bij en Mijnie is erbij. Maar ze vragen wel eens, kunnen er meer bij? Maar dat kan niet. Nee. Want het is allemaal bij mij in huis en dat kan dan niet. Dan wordt het te grootschalig. Ja, En om het groter te maken nog? Zou dat ooit kunnen of zie je dat niet zitten? Nou, ik denk het niet. Nee. Nee. Het is een project, je weet dat het geld goed overkomt. En dat vind ik een van de voornaamste dingen. Ja. Dat je dat weet, want ja, die grote projecten en grote auto's rijden, en dat is er bij ons erbij. We hebben er geen cent aan. Nee. Gelukkig. Geen van alle. Gelukkig dus. Maar, hè. Er blijft niks aan de strijkstok hangen. Niks. Dus. Als mensen kijken en denken, zo'n kleed vind ik wel heel mooi. Misschien ook om cadeau te doen buiten het dorp, hè. Of wat dan ook. Of ze willen meer informatie. Waar kunnen ze dan terecht? Nou, bij mij. Noem je telefoonnummer maar. Poststraat 8 en 033-298-1882. Goed zo. Ze kunnen me altijd bellen, want ik ben ook vaak er niet. Maar dan, ze kunnen ook inspreken. Prima, komt helemaal goed. Veel succes met jullie werk. En dank de dames te groeten. Zal ik doen. Dit was weer Spakenburg Nu. Uw nieuws is welkom. U kunt bellen naar 298-7171 of e-mailen naar rtv@omroepspakenburg.nl.
De volgende Spakenbrug Nu kunt u vrijdagavond om 8 uur verwachten. Tot dan!